Nee, hè? Belasting. Wat is dat nou weer? Eventjes kijken. Ah, stralingsbelasting. Kijk, leuker kunnen we niet maken. Wel makkelijker. Nou, natuurkunde. Ja, leuker kunnen we niet maken, want dat is het al. En hopelijk is het ook wat makkelijker na deze video. Oftewel, we gaan van start. Waarom is straling zo belastend? Nou, vooral vanwege ioniserende vermogenverstraling. Oftewel, het vermogen om schade aan te richten, elektronen los te maken. Waar is het effect van die schade vooral van afhankelijk? Nou, allereerst is het afhankelijk van de soort straling, alfa, beta of gamma. We hebben eerder gehad dat alfa-deeltje klein doordringend vermogen is, makkelijk af te schermen, en gamma juist heel moeilijk af te schermen. Maar een alfa-deeltje heeft wel weer een groot ioniserend vermogen. En een gamma-deeltje juist een zeer klein ioniserend vermogen. En beta-deeltje zit er tussenin. Dus alfa-deeltje kan makkelijk schade aanrichten, maar het is ook makkelijk af te schermen. En het is ook afhankelijk van de hoeveelheid energie van de straling. Ja, energie zie je hier. Nou, hoe meer je naar rechts gaat, hoe meer energie de straling heeft. En dan zie je dus inderdaad dat een gamma-straling de meeste energie heeft. Dus die zal ook het meest gevaarlijk zijn. En tenslotte de intensiteit van de straling. Ja, hier een folder van een zonnebank. En daarin staat inderdaad ook duur en intensiteit van de zonnepad. Dat is van belang. En alles wordt samengedaan in het zogenaamde stralingsdosis. Hoeveel straling heb je ontvangen? En stralingsdosis is de hoeveelheid stralingsenergie die je per kilogram van je lichaam ontvangt. Kortom, symbool voor stralingsdosis, hoofdletter D. En hoeveelheid stralingsenergie per kilogram. Dus D is gelijk aan de energie, de geabsorbeerde energie, gedeeld door de massa die energie heeft geabsorbeerd. Eenheid. Nou, energie gedeeld door massa is joules per kilogram. Maar in plaats van joules per kilogram maken we gebruik van de eenheid, de gray. Even een voorbeeld. Lees de tekst even door. Druk op pauze en ga pas door als je de tekst hebt doorgelezen. Het gaat over Bohr Neutron Capture Therapy. En het was een onderdeel van een examenopgave. En die gaat als volgt verder. Ja, ook hier weer eventjes op pauze drukken, zodat je het eerst kunt lezen. En dan zie je dus dat we hier niet hebben over een vervalvergelijking, maar over zogenaamde reactievergelijking. En daar moeten nog een aantal getallen in worden gevuld. Gevraagd wordt: vul die getallen in. Ook hier druk even op pauze, probeer het eerst zelf. Invullen. Helemaal links staat B, Bohr. Linksonder het getal is het atoomnummer. En dan kun je opzoeken in Binus. En het atoomnummer van Bohr is 5. Helemaal rechts staat het alfa-deeltje. En alfa moet je weten, dat is 4,2. Goed. Links van de pijl staat een getal onder 5 en een 0. Rechts van de pijl staat een 2. Betekent dus dat rechts nog een 3 moet komen te staan. Links van de pijl boven staan 10 en 1. En rechts van de pijl staat alleen een 4. Dat betekent dus dat daar nog een 7 moet zijn. En dit waren de getallen die je moest invullen. Verder met de opgave. Ook hier weer. Eerst lezen, daarna pas verder. Gevraagd was een stralingsdosis. Van belang is dat je hier ziet, hey, 1,2 gram. Moet natuurlijk straks een kilogram. Je hebt zoveel boriumkernen. En de energie die vrijkomt bij één zo'n boriumkern is 3,8 keer 10 tot de macht min 13 joules. Wat is de uitwerking? Nou, ik laat het in één keer eventjes zien. Kijk, de stralingsdosis bereken je met E gedeeld door M. De energie is de energie van één zo'n kern maal het aantal kernen. Dus 7,2 keer 10 tot de macht 12 maal de energie van 1. En dan kom je op 2,74 joules en een massa in kilogram invullen en natuurlijk de juiste eenheid en komt op 2,3 keer 10 tot de macht 3 gray. Nou, hierin
Onder staat hoe je de 3 punten kon verdienen bij deze opgave. Een ander iets in plaats van stralingsdosis is de term dosis-equivalent. Dosis-equivalent, dat is eigenlijk hetzelfde als de dosis, maar dan wordt er ook gekeken naar van ja, maar wat voor type straling heb je hier? Het dosis-equivalent symbool is de hoofdletter H en je kunt berekenen met dosis-equivalent is WR maal D en D was de stralingsdosis zelf. WR, dat is de stralingsweegfactor en dat is afhankelijk van de type straling. Ook hier weer BINAS en we hebben vooral te maken met beta- en gammastraling en daar is een weegfactor 1 of alfastraling en daar is een weegfactor 20. Dus alfastraling heeft een factor 20 meer dan beta- en gammastraling. Let op dat die weegfactor gewoon een getal is zonder eenheid. Betekent dat de eenheid van dosis-equivalent eigenlijk hetzelfde is als die van stralingsdosis. Maar dan krijg je dus wel een beetje verwarring van, ja, maar als ik het heb over 10 gray, is het dan stralingsdosis of dosis-equivalent? Vandaar dat bij dosis-equivalent er een andere eenheid hoort en dat is de sievert. Sievert is de eenheid van dosis-equivalent gray, mag je hier niet gebruiken. Trouwens, het heeft niet alleen te maken met het type straling, maar je kunt je voorstellen als de straling in je oog komt of op je nagel, dat de nagel minder last heeft dan het oog. Ook in BINAS staat, en dan is tabel 27D weer, en dat is per orgaan van wat de factor is. Dan zie je dus inderdaad dat de factor voor de huid- en botoppervlak een stuk kleiner is dan bijvoorbeeld bij je darmen, hè, dat is 0,12, en eierstokken, die zijn helemaal gevoelig. Ja, dus de factor is, ja, hier zul je vooral mee gaan werken, maar je moet niet vergeten dat het ook afhankelijk is van waar is de straling op gericht. Stel je voor, je bent blootgesteld aan een of andere radioactieve bron. Dan kun je of bestraald zijn of besmet zijn. Wat is het verschil? Nou, bestraald, dat is nog redelijk te overzien. Want dan is de bron van die straling staat buiten jouw lichaam. Betekent dus dat je snel weg kunt lopen of je doet er een loodschot of zoiets tussen en dan ben je weer veilig. Iets anders is als je besmet bent. Want als je besmet bent, dan is die bron van straling in jouw lichaam zelf. En dat is vervelender. Voorbeeld is bijvoorbeeld de ramp van Tsjernobyl. Daardoor kwamen allemaal radioactieve deeltjes in de lucht. En die sloegen neer op gras. Koeien, die aten het gras. Dus die kregen die radioactieve deeltjes in zich. Oftewel, die werden besmet. Maar, punt is natuurlijk ook, omdat melk van die koeien ook kon worden gedronken, dan werd dus ook de mens besmet. En dat heeft allemaal vervelende gevolgen. Oftewel, besmetting is een stuk ernstiger dan bestraling. De type effecten van die stralingsbelasting staat ook in BINAS. Ja, tabel 27D kun je lezen wat het allemaal tot gevolg heeft als je een bepaalde hoeveelheid stralingsdosis of equivalente dosis te pakken krijgt. En de meeste dingen zijn niet zo plezierig. Stralingsbelasting is de totaal equivalente dosis die je ontvangt. En dat is wel van belang dat daar regels voor zijn. Ja, je mag niet een onbeperkte hoeveelheid stralingsbelasting krijgen natuurlijk, omdat dat ontzettend ongezond is. Hoeveel is dat? Nou, is afhankelijk van waar je werkt, is afhankelijk van de leeftijd. Het staat allemaal ook in BINAS, tabel 27D. Daar vind je het aantal millisieverts per jaar wat iemand mag ontvangen. En, kijk. Bedankt voor het horen en tot horens.